Sanne en Wim. Jullie zijn druk aan het sleutelen aan de auto, want jullie gaan van Amsterdam naar Dakar. Dat klopt. Ja, Dakar is eigenlijk de finish, maar de auto wordt geveild in Gambia. In Gambia. En dat is nog een eindje verder. Ja, want jullie gaan rijden voor het goede doel. We rijden voor zonnepanelen. Dat is voor in dorpen in Gambia. Die krijgen de gezinnen dan voor stroom in plaats van gevaarlijke brandende kazen natuurlijk voor 's avonds. En we rijden nog voor een doel voor schoolkinderen, schoolmeisjes die in die landen kun je meestal na 12 jaar niet meer naar school omdat ze geen geld hebben. En wij kunnen dus ervoor zorgen dat wij die meiden wel naar school kunnen laten gaan. En dat zijn onze goede doelen. Hoe gaat de reis eruit zien? Nou, we starten 2 november in Amsterdam. Dan rijden we via België, Frankrijk, Spanje naar de stad van Gibraltar. Daar gaan we dinsdagmorgen over met de veerboot. En dan eind een paar kilometer Spanje. Daarna ga je Marokko in. En in Marokko gaan we via het Atlasgebergte. En ook daar heb je al Sahara of woestijnen. Dus daar gaan we nog een paar dagen in de woestijn spelen. En via de westelijke Sahara, dat is van Marokko, gaan we naar Mauritanië. Ja. Daar krijgen we legerbegeleiding mee. Niet voor onze veiligheid, maar voor de Mauritanen willen weten waar de buitenlanders zitten. Ja, oké. Okay, ja. Dus, en vanaf daar gaan we weer naar de Senegal. In Senegal, daar ligt Dakar, is de hoofdstad van. En de laatste 140 kilometer gaan we over strand. Over strand heen? Ja, het is niet zomaar daar dit, hè? Nee, het is in Mauritanië overnachten we 3 dagen in de woestijn. Okay. Dan wil je s'avonds om 5 uur stop je en dan eet je alleen maar zand. Ja, dat, ja. en dan moet je gewoon dus zorgen dat je eten en drinken bij je hebt. Maar dat hebben jullie allemaal bij je? Voor diverse dagen hebben we eten en drinken bij ons. Bij een goed doel hoort ook geld. En hoe zijn jullie te sponsoren? Je kunt op onze bankrekening starten. En als je minimaal 50 euro stort, kunnen wij ervoor zorgen dat jullie een sticker op de auto krijgen. En maar contact met jullie, hoe gaan we dat doen? We hebben een Facebookpagina, dat is de Dakar Timothy's. En we hebben een Instagram, dat is de Dakar Timothy's. En we hebben een e-mailadres, SusanneKluivert@hotmail.com.